Bibi staat in de trailer met de koets en we gaan naar de les. Ik weet niet of dit goed komt, dus ik weet nou niet of ik het langer aan moet kijken of niet. Maar toen ging hij verder met de voerbakken. Met boompaardje naar 2060 baan. Van Pleun. We hebben dit. Wij hebben de Valentijns shoot voorbereidingen in gang gezet. We zijn hier ballonnetjes aan het opblazen. Met stokken. Het wordt echt zo leuk. We gaan nog niet laten zien wat we precies gaan doen. Nou, we hebben alvast dit. I love it. Staat in de trailer met de koets en we gaan naar de les. Is klaar. Het ging echt super goed. Ik ga nu naar huis. Dan moet ik nog naar het feest van mijn opa en oma. We gaan even naar huis haasten. Wat vond jij ervan? Kan het goed gaan. De volgende keer doe ik bij mijn skipak aan. Ja, het is koud, man. Ja, in die bak was het kouder dan dat het buiten is, voor mijn gevoel. Misschien ook gewoon de volgende keer hier in die bak lessen. Ja. Het is vandaag zaterdag. Het is super lekker weer buiten. Dus ik heb deze stal vanmorgen al gedaan. Die is nu even een beetje zo met de deur open lekker fris aan het worden. Deze moet ik zo meteen nog de plas uit doen. Remo is wel even met baby aan het koetsen. En dan ga ik vast beginnen met dit varken wassen. Dus ik heb haar eerst even gekamd. Ga ik haar zo even wassen. En de jongens zijn zonder dekentje even buiten aan het spelen. Waar is die andere? Oh, daar. Dus die mogen even buiten spelen, want Hoefsmid komt zo. Xant had besloten dat hij zijn ijzers er iedere dag bijna vanaf ging gooien. Dus die gaat zonder ijzers en hij krijgt nieuwe. Tot zo. Ja, ik ga even mami kammen. Doei! Zo, die moet even buiten blijven. En dan ga ik nu beginnen met haar wassen. In de hoop dat Remo me daar nog even komt helpen. Want zij is nooit zo gezellig als ze nat gemaakt wordt.
De hoefsmid is net geweest. Bientje heeft nieuwe ijzers. We gaan nu even voeren. En bij Xant zijn ze er nu allebei onderuit. Want eentje had hij al zelf gedaan. Dus die heeft weer blote voeten. Die is een klein beetje gehavend, want die was er al af. En deze is er net afgegaan. Dus die is weer helemaal fresh. Ze hebben vanmiddag eventjes zonder deken gestaan. En dit is het resultaat. Iedereen zegt altijd, ja, die paren moeten samen, die paren moeten samen. Nou, dit is bij ons het resultaat als we bodes bij Xant zetten. Of andersom. Ik word hier niet heel blij van. Met deken pakt hij dus de deken en zonder deken pakt hij gewoon dat hele paard. Ik weet niet of dit goed komt, dus ik weet nou niet of ik het langer aan moet kijken of niet. Maar hier ga ik niet heel blij van worden. Aan zijn benen heeft hij gelukkig niks. Maar ja, als hij hem daar echt een keer kreupel stampt, dan hebben we natuurlijk grotere problemen. Dus hoe doen jullie dit? Ze staan nu 2 weken samen, maar zoals jullie zien, ja, dit is al een oude wond. Die had hij al, dus die is weer terug aan het genezen. Maar dit is allemaal nieuw en ze staan ook best ver open, zoals je kunt zien. Deze vind ik zelf heel eng. En ik hoop niet dat hij er weer helemaal, nou ja, dat is het minste natuurlijk, maar het ziet er natuurlijk niet zo best uit als hij helemaal vol met littekens zit zo meteen. Dus ja, ijzerloos en gewond. Ja, jongen, wat is dat toch allemaal met jullie? Ja. En dan zullen we jullie ook nog even de chatjes laten zien. Ons gras is trouwens ook heel goed aan het groeien, dat willen we jullie even laten zien. Kijk. Ja, ik kom zo even terug op de Shetlanders. Dit hier gaat nog allemaal bemest worden. En dan dat is ook nog het weiland wat erbij hoort. Daar, dus dat wordt bemest, dit wordt bemest. En ja, dan kunnen ze er volgende maand op. Ja, dit moeten we even een keer zaaien. Want het was vorig jaar wel goed gegroeid. Maar Xant die sliding stop heeft dat gedaan. Moet straks wel nog even de bak uitmesten, zie ik. En hier staan 2 gewassen meisjes. Wauw, wat ben jij knap. En jouw oude zus ook. Mami! Mami, ben je fris? Ja, zij heeft in de vlas gelegen. Ik word hier niet gelukkig van, maar goed. Oh, oh, ze wil het ook niet laten zien. Deze kan dus schoon en die kan niet. Laat jezelf eens zien. Ik haat jou, zegt ze. Die vlek, oh kijk, daar zie je het een beetje. Schattig, hè? Gewassen maandje, staartje even ingekort. Ik heb zwilvratten eraf gehaald. Ja, mooi. Zij is ook wel fris hier geworden, ja, hè? Mooi. Ja. Binus is daar aan het eten. Oké, dan hebben we weer alles voor elkaar. Ja, zij deed onder deze plank hier met haar hoofd. En dan gaat ze daar zo tussendoor. Ja, dat zal wel afgeven, hè? Dan moeten we dadelijk nog heel even, als wij klaar zijn met eten, de bak uitmesten. En dan kunnen onze paar uren weekend beginnen. Oh, we hebben daar trouwens iets met die boom gedaan. Dat moet ik jullie eigenlijk ook nog even laten zien. Kijk, er was een paard die de boom ging aanvreten. Dit was de eerste oplossing, maar ik dacht, ja, ik kan niet overal draadjes neer gaan zetten. Dus dit was oplossing nummer 1. Hier staat gewoon stroom op, maar ja, hij heeft die boom dus best wel heftig toegetakeld, want al het donkerbruine heeft hij dus aangevreten. Oh, en hij is ook aan die palen er langs begonnen en deze heeft hij helemaal uit de grond gesloopt. Daarom heet hij ook sloopkogel Xanto. Toen ging hij verder met de voerbakken. Die heeft hij ook helemaal toegetakeld. Alsof we hier met een beverfarm leven. En deze boom, inclusief steunpalen, heeft hij ook gepakt. Maar Jamie was slimmer dan dat. Ik weet trouwens niet wat dit is. Ik denk dat die boom bloedt. Dus ik hoop dat het goed komt. Want ze hebben wel echt mooie schaduw hier van die bomen. In de zomer echt super chill. Maar ja, niet als je dus die boom gaat opvreten. Zodat hij ook nog sterft. Dus ja, laten we hopen dat dit even de oplossing is. Daar heb ik antibijen op gespreid. De halve fles heeft geen zin. En die moeten we nog even inpakken. Maar ik moet nog even wat meer bestellen. Dan gaat dat. Hier hebben we gewoon water in zitten. En dit is een mineralenbuffet. Heb ik bij Healthy Horse zo'n probeerverpakking besteld. Dat drinkt ze trouwens ook heel graag uit. Dus dat is eigenlijk een toppertje. Kunnen ze zelf kiezen of ze het ding in willen drinken, de mineralenbuffet, of gewoon water. Bientje krijgt deze erbij tegenwoordig, bij zijn voedseltje. En deze, allebei van Healthy Horse. En ik ben heel benieuwd of het echt
heel veel effect gaat geven. Ik merk wel iets of wat verschil met rijen. En Xand krijgt deze trouwens ook. Hij krijgt niet die gewrichten, maar wel de silicium. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ja, omdat hij aan die bomen zit te vreten. En dan komen ze dus blijkbaar een stofje tekort. Dus daarom dacht ik, weet je, ik ga dit gewoon proberen. Baat het niet, schaadt het niet, jongens. Dus dit ga ik gewoon nog even bijjassen voordat hij alles op heeft. Mooi, god, hij heeft al bijna op die heemeier. Zo, in zijn waterbak. En deze krijgt hij 10 ml van. Hoppatee. Zo. En nu gaan we hier broer voeren. Even wachten. Nu is het bijna klaar. Zo. Ga maar eten. Yummy! Het is inmiddels donker. Donker. We hebben de avondronde gedaan. Ja. En we hopen dat jullie weer even een beetje bijgepraat zijn over wat we allemaal in ons leven uitvoeren. Ja. Met die panen natuurlijk. We gaan proberen weer regelmatig video's te maken, maar... Ja, het is even lastig, het is in de winterperiode, maar... Altijd even moeilijk. We're coming back. De zomer komt eraan. De wedstrijden gaan we weer naartoe. Ja. We gaan een Haflinger-event. En we moeten daarvoor sowieso even een paar keer starten. Ja, moet eigenlijk wel. Ik heb vorige week vrijdag weer les met Bo. En galopperen met Xand gaat ook weer de beterende kant op. Dus zodra dat eigenlijk helemaal goed gaat. Het idee was 24 mei. April. April, ja. Want ik start geen indoor meer. Mei, april. April. Ja, april. Einde van de maand. Gewoon de maand. Ja. Dus nu maart, toch? Ja. Okay. Dan zie je, dat bedoel ik. Dus we hebben nog een maandje. Dat moet eigenlijk wel te doen zijn, moeten we bij Boe een paar keer naar 2060 baan, want daar heeft hij al heel lang niet meer ingelopen. Ja, ik was eigenlijk niet meer van plan om nu M1 te gaan starten, dan ben ik echt klaar mee hoor. En M2 al helemaal, hoop jij uit. Dus die moeten we naar set 1, dus dat moet wel even weer wat aandacht hebben. Ik moet even naar de gym. Want in de 2040 is hij op zich best voor elkaar nu, vind ik. Maar dat moet straks even nog 20 meter bij en dat is wel even een dompertje, denk ik. En ik heb ook even een ding aan nodig, hoe heet zo'n ding? Een zuurstoftank. Dus als iemand er nog in heeft liggen... Dus dat is wat we een beetje gaan doen en dat zullen we ook wel eventjes in de video's gaan laten zien. Juist.